Dinsdagmorgen werd het informatiepunt Nieuw Zaailand in winkelcentrum Zaailand officieel geopend door wethouder Deijnen. Het informatiepunt Nieuw Zaailand op de eerste verdieping van het winkelcentrum Zaailand. Het centrum waar we nu staan, 14 april wordt het Wilhelminaplein overgedragen aan de aannemer en 19 april gaat de garage dicht. Dus 19 april, zorg dat uw auto er niet meer staat, gaat de parkeergarage dicht. En Deijnen, jij krijgt het informatiecentrum project Nieuw Zaailand Ierpenen. Ja, is een centrum waar alle beziekers straks informatie krijgen over het grote project wat hier op het Zaailand uitgevoerd wordt de komende 3 jaar. Naar het museum, naar de parkeergarage, alle nieuwe winkels en de totale reconstructie van het plein. Dat is een project waar iedereen in Friesland en iedereen die hier komt zeker een hinder van ondervinden zal. We hebben proberen om de zaak of het plein zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Maar de onvullende parkeerplakken die we gevonden hebben op de Alderhoogse Kerkhof en in de Klanderij. De parkeergarage, de Klanderij. Maar wij vinden het belangrijk en mooi is de ondernemers dat de mensen zo goed mogelijk geïnformeerd worden. Vandaar dit informatiecentrum. Voorbedaar, je bent wethouder van de bouwcombinatie Ljouwert Centrum. En vertellen u iets over dit project, want het is een heel groot project. Hè? Dit is een heel groot project. Je moet je voorstellen dat het bestaat uit 3 delen. Het is het Fries Museum, het is een parkeergarage en het is een winkelplint met bovenwenningen. Het zijn 3 aparte projecten. Ik met 3 aparte opdrachtjouwers en ik met 3 aparte groepen van adviseurs. Nou, dit informatiecentrum. Dat is een hele mooie service voor de bezoekers van het centrum. Ja, dat is zeker. Je kan een hoop informatie krijgen over de geschiedenis van het plein, over de versering van de bouw. De nieuwe maquette staat er, een prachtige maquette, dus iedereen kan ik zien wat er, hoe het eruit komt te zien over een peer hier. Er kunnen allerlei vragen gesteld worden. We hebben een website, we hebben flyers, we hebben een webcam. Dus iedereen in Nederland kan eigenlijk via de computer volgen hoe het bouwproces verandert en wat er allerlei gebeurt op de bouw. Gewicht zijn dat het voor een groot deel ondergronds bouwwerk is, hè, met een nieuwe parkeergarage komen. Die krijgt meer capaciteit? Die krijgt meer capaciteit en hij moest ook aangepast worden totdat het Fries Museum er bovenop komt. Maar hij krijgt ook meer capaciteit. En er zit altijd wat meer risico aan ondergronds bouwen en bovengronds bouwen. Die hebben we goed in beeld. En het gaat er al de komende traaien hier om dat we die risico's ook echt gaan beheersen. Dit gebouw werd van Oostende. Wat merken we hieraast van de bouw? Ik heb begrepen dat de business hier gewoon trokjeert. Wij zullen proberen de oerlist zo volle mogelijk te beperken. Maar ik dit gebouw zal uitbreiden worden. Maar dat doen wij net. Dat is een orenpartij die dat doet. Wordt het dan dat hier ingewikkeld? Het is heel complex. Je gebeurt een heleboel dingen tegelijk. Maar we zullen er alles aan doen om de oerlist voor de omwennenden zo volle mogelijk te beperken.